De toetscombinatie Ctrl of Command Z is bij de meeste mensen wel bekend. Maak een witte veeg door de foto, kies Ctrl of Command Z en de laatste actie maak je ermee ongedaan. Binnen Photoshop heb je nog wat extra mogelijkheden. Een soort van traploos Ctrl Z en dat wil ik je in deze les laten zien. Om dat goed te kunnen doen maak ik eerst een kopielaag aan en daar kies ik de toetscombinatie Ctrl of Command J voor. Het gebied boven de vleugels hier zou ik graag wat meer pit willen geven en ook wat lichter willen maken. Het geëikte gereedschapje daarvoor lijkt het tegenhoudgereedschap en dat vind je dan weer hier in de gereedschapskist. En als ik dan over dat gebiedje ga wrijven, dan wordt het inderdaad wel ietsje lichter, maar het krijgt toch niet de levendigheid die ik voor ogen had. Ik kies dus Ctrl of Command Z, waarmee alles weer is zoals het was. In plaats van het tegenhoudgereedschapje activeer ik mijn penseeltje. Zet de modus om van normaal naar kleur tegenhouden. En dan komt het, want die dekking die zal ik enigszins in moeten schatten. Laat ik het eens eventjes op ergens rond de 70% houden. Mijn voorgrondkleur staat ingesteld op wit. En wanneer ik nu dat gebiedje onder handen ga nemen dat ik voor ogen heb, dan is goed te zien dat het effect veel te zwaar is. Ctrl Z zou nu misschien de oplossing zijn, maar ik heb dan toch de voorkeur om te gaan naar bewerken, vervagen penseel en die 70% waarmee ik bezig ben geweest, terug te gaan draaien. En zoals je ziet, wanneer ik uitkom op een, nou ergens rond de 35%, dan vind ik het effect mooi. Ik klik op OK en wil dan verder gaan met het volgende gebiedje. Maar ik heb net geleerd dat een dekking van ergens rond die 35% veel beter is. Even kijken, kom ik hier uit. En wanneer ik dan verder ga in het volgende gebied, dan zie je inderdaad dat ik niet langer hoef te zoeken naar de dekking die ik in moet stellen. Want die heb ik net ontdekt toen ik koos voor vervagen penseel.